is it still from the hell? En Adriaan. Adriaan. Ja, doe de elektrische. Ja, dames en heren, beste vrienden, een goede avond. Laat ons deze ceremonie aanvatten, als u het ermee eens bent. Het eerste deel behelst de voorstelling van de recente dichtbundel van Freddy de Vree. Deze dichtbundel heeft zich vermomd onder de vorm van een nummer van het tijdschrift Revolver, het 101ste nummer. En ik wou u even vertellen dat u in het eerste cenakel, als u hier buiten treedt uit de kapel, het eerste cenakel rechts, dat u daar het abonnement kan aangaan, waar ook uiteraard de dichtbundel in vervat zit. Ik geef graag het woord aan Fred de Vree, die een gedicht uit zijn recent werk zal voordragen voor u. Fred, ik graag een antwoord. Sowieso de heer Kamer, lang en wereldgrootser op zijn gebied.
En blijf ik mij benut achter bij de vaststelling dat er door de eeuwen heen wereldgozers hebben bestaan en dat het noodlot heeft geduid in welke discipline ze terechtkwamen. Erger, hun uiteindelijke discipline zal hun wellicht ook vaak beklemd hebben, omdat op eender welke dag het gras aan de overkant groener kan lijken. Ja, maar ik dwaal af. Ik groet u allen zeer en vertrek nu naar Eeklo, alwaar ik mij het hoofd van Luc Appelmond zal toe-eigenen, of beter nog, dat van Julie Christie, waarna ik als werelds meest begeerlijke transseksuele androgyn af en toe een bedankkaartje zal sturen naar de heerlijke familie Kahane. Amen. God zij met u en de vluchtelingen. Amen.